In 1952 werd voor het laatst de doodstraf in Nederland voltrokken. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog kregen 154 oorlogsmisdadigers een doodsvonnis, waarvan er 39 daadwerkelijk werden geëxecuteerd. Eigenlijk was de doodstraf al in 1870 afgeschaft, maar in oorlogstijd bleven executies toegestaan. Hoe is dat zo gekomen? Eeuwenlang hadden Nederlandse steden en gewesten eigen wetgeving. Daardoor varieerden misdaden waarop de doodstraf stond en de manieren waarop veroordeelden werden geëxecuteerd. Executies vonden altijd plaats onder grote publieke belangstelling. Daarom werden vrouwen bijvoorbeeld niet opgehangen aan een galg, maar aan een paal. Anders zouden toeschouwers misschien wel onder haar rokken kunnen kijken. Stel je voor. In de 19e eeuw werd de doodstraf steeds uitzonderlijker. Tussen 1850 en 1860 werden slechts 10 mannen geëxecuteerd. 10 jaar na de laatste executie werd de doodstraf in vredestijd afgeschaft. Bij de grondwetsherziening van 1983 werd de uitzondering voor executies in oorlogstijd ook geschrapt.